We gaan in Nokian Navigate Noord van het ene hoogtepunt naar het andere. Vandaag deden we voor het eerst in het vijfjarig bestaan de Noordkaap aan. De laatste 12 kilometer moeten in konvooi worden afgelegd achter een enorme sneeuwschuiver. De weg is speciaal voor ons vrijgemaakt. Apocalyptische omstandigheden in het noordelijkste puntje van Europa. Een enorme sneeuwstorm teisterde de kolonnen. Maar daar was eindelijk de beloning. De Noordkaap. Waar de deelnemers bijna weggeblazen werden. Katja en Cynthia, welkom op de Noordkaap. Katja, hoe is het hier? Koud en nat. Oh, ik ben bijna weg. Maar stop, top, top, top. Ik ben heel blij dat wij zijn hier gekomen. Wat een ervaring, hè, Cynthia? Ja, echt super. Hartstikke mooi. En die rit hier naartoe, omschrijf het eens. Nou ja, glibberig en nogal winderig. Bijna even vast komen te zitten, maar uiteindelijk heeft hij het wel getrokken met twee wiel aandrijven. Waar je niet weg gaat, zit er bijna ook bij weg. Oh nee, is heel koud. Is min 6, maar lijkt meer koud dan min 30, dat was gisteren toch? Gisteren bij min 30. Ja, klopt. Min 32 zelfs, maar dit voelt kouder, hè? Ja, die is veel kouder dan gisteren. Maar is waanzinnig mooi. Op de Noordkaap zette fotograaf Stefan Bezooijen alle teams voor het monument op de foto. Ja. Maar dat was nog niet gemakkelijk. Oké, okay, mannen, daar komt-ie, hè? 1, 2, 3, yo! Hebben! Nou, Leo, daar zijn we dan op de Noordkaap. Ja, zeker vanmorgen. Een mooie rit, maar toch prachtig hoor hier. Geweldig. Maar het waait en het is koud, maar het is een geweldige belevenis met elkaar. Jij blijft lekker in de auto zitten volgens mij, of niet? Nou, nee, ik ben er ook wel uit geweest. We hebben de vlag al even opgehangen hier. Dus nee, zeker niet. En volgens mij is Cor, volgens mij ben jij de olie aan het bijvullen of zo, of niet? We moeten even olie bijvullen, ja. Ja. Is het nodig? Ja, het is hartstikke nodig. Weet je wel hoe koud het hier is? Ja, ons beestje moet het natuurlijk wel goed blijven doen. Ja, dit lust hij wel. Hier gaat hij beter van lopen. Voor de terugreis zijn we vast de snelste. Het bruine goud moet er even in. Een beetje nozemolie. Mannen, we hadden toch afgesproken dat we naar de Noordkaap zouden rijden? Ja, dat klopt. Alleen helaas, ik heb hem moeten parkeren. Ik heb hem ergens anders geparkeerd. Ja, hij staat nog ergens langs die besneeuwde weg. Ja, hij staat ergens langs die besneeuwde weg. Een beetje in de sneeuw. En we hebben nog even werk om eruit te krijgen. Dat de omstandigheden lastig waren, ondervonden wij als mediateam zelf ook. Onze volgepakte bus had het wat zwaar op de steile bergpas. En werd de laatste 20 kilometer gesleept door Team DB. Ja, nee, graag gedaan, jongens. Een kleine moeite voor ons, maar... En je stond in de weg, dus ik moest wel eigenlijk. Het was wel even mooi, hè? Even 20 kilometer slepen. Het was pittig klusje, ja. Hij moest behoorlijk scheuren en ik ben een halve tank machine kwijt, maar het is gelukt. Na alle foto's en het uitdelen van de nieuwe coördinaten moesten we nog van de Noordkaap af. En hoe dat ging, dat zie je in een ander filmpje.